is een Lion Brown Beach Production. Het is nu 3 maanden geleden dat onze nieuwe kliniek van start is gegaan. In het verleden moesten wij patiënten met een bepaalde vorm van netvliesslijtage doorsturen naar andere klinieken in andere plaatsen. Door de nieuwe samenwerking tussen het Rode Kruis Ziekenhuis en iScan is dat doorsturen niet meer nodig. Ik laat u nog even zien hoe het 3 maanden geleden is begonnen. Ja, we werken graag met de mensen van iScan samen, omdat we na een lange speurtocht in Nederland tot de conclusie zijn gekomen dat zij de beste oogheelkundige keten van Nederland zijn op dit moment. En wat wij heel erg graag willen is de beste mensen van Nederland naar de IJmondregio toe halen als dat kan. En ik ben er heel erg trots op dat dat is gelukt. Wij kunnen hier nu in onze eigen kliniek de behandeling toepassen. En dat is voor de bewoners van de IJmond en omstreek een grote verbetering. Ik vind het juist heel goed dat we in de afgelopen tijd ook ruimte hebben gemaakt voor dit soort nieuwe initiatieven. En ja, dat kost geld, maar de beste zorg, daar doen we het voor. Graag laat ik u het verhaal zien van de heer Roelke, die na de diagnose natte maculadegeneratie behandeld kon worden in onze eigen kliniek. Een paar jaar geleden begon ik minder te zien. Ik had meer licht nodig om te kunnen lezen. Na een bezoek aan de oogarts werden beide ogen een droge vorm van netvliesdegeneratie geconstateerd. Daar is helaas niets aan te doen. Ongeveer een half jaar later zag ik vervormingen aan de rechte lijnen. Regels in de krant waren niet meer recht. Ik werd ontzettend boos, want ik kon de krant niet meer lezen, kon geen boeken meer lezen. Ik zie kromme dingen en ik zie gekke figuren en hij was eigenlijk vrij boos een beetje. Ik had het beeld van mijn moeder voor ogen die door dezelfde aandoening bijna blind is geworden. Dus het was een hele toestand thuis eigenlijk over zijn ogen. Hij werd een beetje opstandig soms. Ja. Ik heb toen een afspraak met dokter Beerthuizen gemaakt. Die heeft een scan van beide ogen laten maken en op die scan is geconstateerd dat op mijn rechter oog een natte netvliesdegeneratie was. En daar is wel degelijk het aan te doen. Ik werd doorgestuurd naar dokter Flipse voor behandeling van deze aandoening. Dokter Flipse vertelde mij dat het mogelijk was door een prikje in het oog een medicijn in te brengen, waardoor het vocht op het netvlies zou gaan verdwijnen. Hier ziet u het plaatje van de scan van het rechternetvlies van de heer Roelke. Boven het pijltje ziet u een boogvormige verhoging. Hier zit vocht onder, waardoor de patiënt wazig en vertekend gaat zien. Bij de eerste behandeling werd ik op de operatiekamer door dokter Flipse en zijn assistent is op mijn gemak gesteld en ik heb er nauwelijks iets van de ingreep gemerkt. Na een paar dagen kon ik alweer de krant lezen, ik kon alles scherper zien en ik ben er ontzettend blij mee. Morgen krijg ik mijn derde en laatste prikje om het rechte oog te stabiliseren. Mijn kwaliteit van leven is daardoor ontzettend vooruit gegaan. Ik vind het nu nog een klein beetje spannend, maar hij is al 2 keer geweest. Dit is de 3e keer, dus het moet goed gaan. We nemen meneer mee naar de operatiekamer of behandelkamer en dan krijgt meneer de injectie. Eerst oog wat schoonmaken voor je. Daarna volgt een afdekdoekje. Daarna gaan we het een tijd lang verdoven, zodat je niks meer voelt. En dan krijg je kort een prikje. Klaar. Dat was het. Ja, kom je mee? Ja, goed. Prima, komt u. Dat was de laatste keer, hè? Het was de laatste behandeling. Voor 2 weken controle, hè? Ja. Succes verder, hè? Dankjewel. Hier ziet u opnieuw het plaatje van de scan van de heer Roelke. Het vocht is na 3 behandelingen helemaal verdwenen en de heer Roelke kan weer normaal zien en zijn krant weer gewoon lezen. Als echtgenote kon ik er heel weinig aan doen. En we zijn heel erg blij dat het nu zover is met zijn ogen, dat hij weer de krant kan lezen, zijn boeken kan lezen. Het is voor ons beiden heel erg fijn.